Zeer goedemorgen allemaal. Welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven Remus. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En ik ben wat lastig. Vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog zit aan te komen. Ja, ik ben lastig. Waarom? Ik ben deze nacht heel vaak dus wakker gebeld. Heel vaak. Het gaat niet dan om 10 keren. Nee, het gaat al direct richting 20 keren. Wat ik daarmee ga doen, ik weet het niet. Ik ga dan nog moeten bezien. Ik ben echt nog altijd nu stiekem kapot. Ik moet nu gaan werken. Is niet leuk. Als jullie mij echt ook zo s'nachts ook wakker bellen. Omtrent de chat. Daar kom ik straks nog wel op terug. Ik ga daar een cooldown doen. Ik ga even meer op de chat komen. Simon Bus komt er even meer op. Mano en Tamara komen er even meer op. Bea gaat er ook even meer op komen. Dus dan weten jullie dat. En nu moet ik door. Allee, zeg salutjes. Yo, tot ziens. Van bij Bea te zijn en Yuri. Dus we hebben nog even gauw een quickske gedaan. En daarna zijn we nog even naar een locatie gegaan voor, zeg het. Allee, zeg het. Om Pokémon's gaan te vangen. Yay! Joepie. En nu ja. En nu. Zo even zo aan het opletten. Er zijn twee meisjes aan het wandelen. Ik ben zo één. Ik denk dat er één meisje daarvan zo een viper rookt. En, ik ga sowieso nog niks vertellen wat ik ook nog heb gedaan. Oké, tegenwoordig mag dat dus allemaal, ook met een motto, even op fietspad rijden om even aan de straat in te rijden. Ja, mag allemaal hier in Alke. Dus ik nodig jullie allemaal uit, kom maar naar Alke toe, hier mag alles. Op fietspad rijden met een motto, noem maar op. Ook de politie doet het hoor. Dus ik vind het echt heel raar. Ik ben moe. Wat ik nog even zeggen. Sorry voor mijn geel. Ik ben dus om 2:30 s'nachts tot 3:30 s'nachts continu wakker gebeld. En wakker gebeld met ja, gewoon aanleiding dat ik ja, gewoon vandaag gewoon heel veel vermoeid ben geworden. Ook op het werk. Het lukte mij gewoon niet. En ik wil vloeken. Ik mag niet vloeken in mijn vlog. Nee. Niet vloeken. Nee. Niet vloeken. Ook als je zo moe bent. Het was al eigenlijk al begonnen sinds gistermiddag. Gisteravond al. En dan gisteren nacht, dus op de, van eergisteren op gisteren, wanneer de vlog online is gekomen, is eigenlijk de vlog van gisteren. Dus dan is het eergisteren op gisteren dat die persoon mij heeft, dus heeft wakker gebeld. Ik zeg dit, dat is niet leuk. Dan neem ik maatregelen en die gaan niet mild zijn. Ik ga strenger worden op mijn eigen, echt waar, echt heel streng.
bij deze. Dus sorry dat het niet zo'n echte lange vlog is geworden. Ik ben gewoon stiek kapot. Nogmaals. En dan weet ik niet wat ik moet zeggen. Geest is bij de hoesje genomen. Of dan is er niet in het pushje. Ha 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 ha, zegt er nu eentje. En ringst. Ja, ik weet het, gij schatteke. Ik weet dat je nu aan het lachen bent. Schatteke, ik zie u echt doodgraag. Echt ontzettend graag. Ik ben blij dat het tenslotte heel goed gaat. Normaal gezien moet ik nu nog opruimen, maar dat zit er niet in, denk ik. Ik ben gewoon te moe. Voor deze. Abonneren, hè, mensen. Abonneer, 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 abonneer! En tot morgen. Vergeet ook niet op belletje te drukken. Ciao. Want ik ga echt nu richting. Kijk eens, en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Dimitri Remus. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Wie naar www.psychotv.be is gestart, heeft gezien dat er extra pagina's al zijn toegevoegd voor Pixelan. Ik ben alle competities van Pixelan ook op mijn website aan het toevoegen. Dat heeft ook tijd nodig, heel veel tijd nodig. Maar ik kan ook niet altijd aanwezig blijven zijn op mijn appartementje. Ik ga nu richting mijn schat. En dan ga ik kijken wat we gaan doen. Oh, ik ben nog iets vergeten. Ik is ook gewoon gaan halen. Dimmi. Ja, dat is als je aan de website werkt, dan heb je dus een en ander eens vergeten. Dus ik ga dat gewoon nog snel halen. Dus ik zie jullie allemaal s'avonds terug. Ik heb huis, een plek onder de zon. Altijd niemand in de buurt. Ja, ik ben nu onderweg, dus ik heb even Bea terug afgedropt bij haar thuis. Dus ik ben nu even bij Bea geweest. Ik ben nu door aan het rijden naar Alex Matthijske. Ik ga daar even een... Wil ik in het raden? Ja, eten. En dan ga ik haar rustig en wel terug. Dankjewel voor mijn vlog uit verkloten. Dank u. Man. Dat sommige auto's zoveel lawaai kunnen maken, hè. Snap ik niet. Dus hou dus dan ook geen rekening mee met oudere mensen. Met dat geknetter. Want als die verschieten met dat geknetter, dan kunnen hun een dood ook opleveren. Dus doe het alsjeblieft niet bij de bejaarden, dus hun laten verschieten. Bij deze. Ja, dus ik ben nu door aan het rijden naar Alex Matthijske om daar iets gaan te eten alleen. En dan ga ik terug richting Bea. Nog heel eventjes wat chillen, socializen. Noem maar op. En dan is bijna de dag er weer al op. En dan nog iets heel geweldig nieuws van mijn onderbuurvrouw. Mijn onderbuurvrouw is ook terug thuis. Dat heb ik al gemeid gisteren. Ik zat gewoon even met Tamara via de telefoon aan het bellen. Dus op deze toonhoogte. Ik kwam ze in één keer terug naar buiten toe. Ze zegt, Dimitri, kan dat wat stiller? Ik begon al in mijn eigen te denken van, what the fuck, ik ben nu al stil. Ik heb geen headset of zo op. Dus ik praat nu ook al stiller en dan is dat nog luid voor haar. Oh, echt waar. Die reclameert voor het kleinste geluid. Hè. Denk er maar aan. Het kleinste geluid zit zij te reclameren. Echt waar. Ik had gehoopt dat ze nog langer weg was gebleven. En het was 10:30 toen ze reclameerde. En ik zeg het u, dit is de weekend, dat was dus op een vrijdag. Ja, begint iedereen toch los te komen pas, 's avonds. De moed te krijgen voor gaan te feesten en al. En nee, ik moet dan helemaal stil zijn. Ja, you're right. Echt waar, dat ga ik dus echt...
niet doen voor haar bij deze. Ik ga jullie nu laten, dus bij deze. Hopelijk is er een plek buiten. Ja, er is een plek. Voilà, ik heb hier nog een plek gevonden. Sjoef. Ik ga eens hier even in zitten. Oh, een schone vrouw dat daar rond het lopen is. Die nu achter het heksje is aan het lopen. Nu komt hij terug tevoorschijn. Oh, dat was zo schoon. Nee. En ik ben nu vergeten mijn raam toe te doen. Tjus. Even kijken als ik nog genoeg geld heb. Als ik nog genoeg geld heb. Dus geniet nog maar van de pauze. Jo, ik heb nog genoeg geld bij. Bij deze. Kan jullie nu laten? Ben ik aan het wachten op mijn eten hier in Alex Matthijske. Een lekkere macaroni met kaasnes, als jullie het nog niet hadden geraden. Kan jullie zelfs ook wel laten zien hoe het eruit ziet. Het ziet er echt heel lekker uit. Verrukkelijk. Zo was het. Ja, verrukkelijk. Bij deze. En het weer is ook heel zwaar aan het veranderen buiten. Dat zeg ik nu ook maar even. Dus wat we nog gaan doen, dat weet ik nog niet. En ik heb ook weer al wat maagpijn gekregen omwille van de stress van Alice. Sinds dat Alice ook terug is gekomen in het appartementsgebouw. Bij de eerste reclamatie. Want ik was gewoon naar Tamara aan het bellen. En sindsdien heb ik last van mijn maag. Dankjewel Alice. Voor weer al de stress terug te brengen. Zo, mijn eten is er. Ziet. Oeh, even laten focussen. Voilà, ça. Zie eens hoe lekker dat eruit ziet. Met een heerlijke cola. Zo, ik heb gedaan met eten. En I don't care is nu op de foute radio. Niemand meer achter mij? Nee. Oké, dan rijd ik uit. Joepie, kan jij. Dan op naar Beake toe terug. Ik heb een briske gezonden naar Bea toe, maar het komt niet aan. Ik snap het niet. Het zal wel aankomen zeker, want ik ben 10 minuutjes onderweg naar haar toe terug. Dan weet je dat. Ik heb lekker gegeten hier bij Alex Matthijske, bij mijn partner. En ze zijn ook content. Dat hun logo ook altijd op mijn website staat. Ik ga u één ding zeggen, hun sponsoren niet met geld, dus als partner zijn. Dus wij maken onder ons reclame. Dus ik kan reclame maken via mijn website voor hem en hij maakt reclame via zijn Alex Matthijske. Soms praat hij daar ook dan nog eens over mijn website bij, soms bij klanten. En dat vind ik top. Allee mensen. Ik zie jullie zelfs weer, want ik moet gaan concentreren op de baan. You get your poppel up, let you know poppel up. You get your poppel up, such a nation. Sunday night, stereo. Oh yeah, dat is weer een goede muziek op de radio en ik ben weer al aan het zingen, hè. En weer al gewoon aan het zingen. Yippie-kaye. Allee, tot zelfs. Allee, wie kent deze? We gaan weer totaal los. Viva de Romeos. We gaan nog genieten en de lust. We gaan nog niet naar huis toe, want de kikker is gekust. Wij, we gaan weer totaal los. Viva de Romeos. We houden van het leven, de liefde en de lust. We gaan nog niet naar huis toe tot de weekend is gekust. We gaan weer totaal los. Viva de Romeos. We houden van het leven, de liefde en de lust. We gaan nog niet naar huis toe tot de weekend is gekust. We zijn er weer bij. Ik heb nog iets heel grappigs te vertellen.
ik heb mijn schatje afgeleverd bij haar thuis. Ik moet dan altijd zo even wachten tot ze echt volledig binnen geraakt. Ik heel rustig mijn hand vrij opgetrokken. Ja? Dan. Ja, dus ook in neutraal gezet. Dus met een motor ook niet afgezet. En ik ga het dus even mijn ramen toe doen voor jullie. Voor het lawaai. Dus ik ga even helemaal opnieuw beginnen. Dus ik stop bij haar thuis toe voor haar af te leveren. Zij gaat dat naar haar deur toe voor het open te doen. En dan moet ik nog zo altijd zo even wachten tot ze echt volledig binnen geraakt. En dan had ik heel listjes met een handrem opgetrokken. Mij in neutraal gezet. Mijn motor niet afgezet. Dan heel stilletjes mijn deur open gedaan. Heel stilletjes mijn deur terug toegedaan. Eerst zou ik langs die kant lopen. En toen zag je in één keer dat ze naar die kant ging kijken. Dan ben ik naar die kant uitgelopen. Dus langs voorkant. En dan in één keer stond ik achter haar. En toen zei ik, ja schatje, tot morgen hè. En ze verschoot! En ze verschoot! Helemaal. Zo was dat. Oh my fucking god. Echt waar. Oh my fucking god. Echt waar, leer uw pinkers gebruiken als je van rijvak verandert. Want ik was sneller daar en ging veranderen in een keer van rijvak zonder pinker. Dank u. En ik ben hier 120 km per uur uitgereden. 120 per uur, come on. Cruise control, 120. Oh ja, mag toch ook wel iets zot doen, hè. Ik heb juist een briefje gekregen van mijn schatje dat ze is boven is. En dan gaat ze nu ook slapen, want het is al 22:17. En we hebben weer al wat kilometers op onze teller staan. Ja, we hebben weer al wat rondgereden. Omwille van voor bij mijn thuis niet te zijn. Je nadert een roodlichtcamera. Ja, dat weet ik, want je mag nog altijd 120 rijden. Met dammeke van mijn GPS. Nu pas mag ik 90. Moet ik 90 rijden. En je ziet, die reed wel sneller. Hè. Die reed sneller. Ja, die reed sneller. Fucking hell, man. Dat is hier nog echt hot van binnen, man. Ja, dat is 90 graden, hè. He? Je nadert een roodlichtcamera. Ik zit 90 te rijden, madame. Dan moet ik mij niet waarschuwen. Dank u. Het is twee keer in mijn GPS al erdoor gekomen, hè? Twee keer. Met jou dan 100 uur in de vlog. Hoe dert je? Ah. Dus bij deze, ik ga jullie straks ervan ook laten. Ik ga dan nog naar nog een aflevering van Enzo Knol kijken. Morgen vroeg ja, ga ik weer al deze vlog weer in elkaar steken. Wat ook wel heel leuk is. Ja, maar dan kreeg ik hem ook te oversteken. Want ik was toch alleen. Ik kan zo oversteken. Dan zie ik je perfect altijd in mijn achteruit. Hè. Oh, wat ben ik weer al goed gezind? Waarom ben ik zo goed gezind vandaag? Dat ik het weer niet weet. Maar de dag zit er alweer al bijna op. Nog 2 uur. Nee, nog minder dan 2 uur. En dan zit de dag er weer al op. Dan is zaterdag alweer al voorbij. Dan is het weer al zondag. Dat is nog maar één mensje, dan nog weekend en dan is het weer een fucking hel werken. Oké, hier krijg je dus echt warm van voor zo te doen. Oh god. Oké, mensen, ik ga jullie laten. Vergeet geen blauw duimpje om mooi te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. Echt niet vergeten. Want er zijn nog ontzettend veel kijkers die nog niet geabonneerd zijn en die toch kijken naar mijn vlogs. Hoe durven jullie? Klik eens alsjeblieft eens op die abonneerknop. Het is integraal gratis. En
Wat ook integraal gratis is, een YouTube-account aanmaken. Dus dat kun je helemaal gratis bij www.gmail.com. Dat wordt ook je YouTube-account. Maak er eentje aan. En abonneer je zeker op mijn kanaal, hier op Psycho TV. En dan vergeet dan ook niet op het belletje te drukken. Dat is ook heel integraal gratis. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er eigenlijk een nieuwe videoclip online komt. Dus bij deze is er even een uitleg gekomen over wat is. En als je op dat blauwe duimpje omhoog doet, dan like je ook mijn video. Daar ben ik ook heel blij dan om. Dat je echt mijn video's ook accepteert. Dus echt waar, like. En abonneren, hè. Mensen, come on, jullie kunnen het. Echt waar. Hoe moet ik jullie nog stimuleren voor nog meer abonnees te krijgen? Nog meer kijkuren te krijgen? Door gewoon naar mijn vlogs te blijven kijken. Er gaan nog leuke momenten zitten aan te komen. Echt waar, man. Ik weet niet hoe ik het allemaal ga geregeld krijgen. En ze is weer al besties. Op mijn jade wel thuis. Fuck you. Ja, mijn onderbuurvrouw is weer al nog altijd thuis. Waarom? Kan ik weer al niet stil zijn? Ja, dan moet ik weer al stil zijn. Dat bedoel ik. Als er nu nog gepraat is, dan ga ik ook naar zijn deur. Kan dat wat stiller, hè? Want ze heeft één keer geklaard dat ik zo aan het babbelen was. En dat dat ook weer al gewoon te luid was. Echt waar, man. Daar krijg ik iets van, hè. Tot morgen. Joe.